Als je medisch afhankelijk bent van ouders of verzorgers, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat zij die verantwoordelijkheid nemen. Maar wat als je aan je lot overgelaten wordt? Wat gebeurt er met je en wat blijft er nog van je over? Vandaag gaan we het hebben over Lacey Fletcher. Een gruwelijke zaak waarbij een vrouw letterlijk vast zat gesmolten in haar bank. Van harte welkom bij deze nieuwe video. Super fijn dat je weer kijkt. Normaal in het format is het misdaad en make-up, maar vandaag hebben we alleen de misdaad, net zoals vorige week. Misschien dat ik het een tijdje zo ga doen, omdat ik een hersenschudding heb en het is voor mijn brein gewoon echt net een stukje rustiger als ik alleen tekst heb. Als ik mezelf erbij moet opmaken, dan ja, het komt er een beetje moeizaam uit. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik heb inmiddels in de comments gezien dat het ook wel heel goed bevalt. Dus weet je, we gaan gewoon nu eventjes op deze voet verder. Ik wil jullie van tevoren even iets vragen. En dat is om volgende week vrijdag in het bijzonder even in je agenda te zetten. Echt rood omcirkeld. Dan komt er een video online. Gewoon dezelfde tijd, dezelfde dag, vrijdag om 4 uur in de middag. Maar dat gaat niet zomaar een aflevering zijn. Ik mag er nog niet te veel over kwijt, dus we houden het een beetje in het midden, maar ga ervan uit dat dit een hele belangrijke gaat zijn. Ik denk dat ik zelfs wel kan zeggen dat dit de belangrijkste video wordt die ik hier op dit kanaal gemaakt heb. Dus alsjeblieft, zet hem in je agenda. Het is heel belangrijk dat die video gezien wordt. Maar goed, tot de orde van de dag, want vandaag gaan we het hebben over de zaak van Lacey Fletcher. En ik kwam dit verhaal tegen op TikTok. Heel veel van jullie hebben het ook aangevraagd. Die wilden hier van alles van weten. En soms zijn verhalen mysteries, soms zijn verhalen gewoon ontzettend gruwelijk. En soms is het de combinatie daarvan. En in het verhaal van vandaag is dat zeker het geval. Het is ook een van de recentste verhalen die ik heb besproken. Gabby Petito was ook super recent toen ik dit verhaal op mijn kanaal vertelde. Maar dat komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Dit verhaal speelt zich namelijk af nog in dit jaar. Het is zelfs zo recent dat er eigenlijk nog geen uitkomst is. En ik dacht, hoe ga ik dat dan oplossen? Ik heb dan ja, niet per se een rond verhaal, maar dat is denk ik ja, in dit geval ook niet nodig. Soms bespreek ik nou eenmaal ook onopgeloste zaken. En deze is zo recent, maar zo gruwelijk. Ik kon het niet laten liggen. Dus ik deel vandaag met jullie het verhaal van Lacey Fletcher. Ik wil wel even benadrukken dat het een heel grafisch verhaal gaat worden. Ik zal best wel wat details met jullie gaan delen. Voor de verandering. Bepaalde delen zal ik eruit moeten laten vanwege YouTube. Dus wil je de ongecensureerde versie nou horen, dan kan dat in mijn podcast genaamd Moordkast. Het is een streamingsdienst waar je onze podcast op kan luisteren. En deze podcast, het is echt mijn passie geworden. Dus kijk alsjeblieft, de eerste 3 maanden krijg je gratis met mijn linkje. Podimo.nl/moordkast. Dus zorg ervoor dat je zo snel mogelijk aanmeldt en daar Moordkast gaat beluisteren. Het heeft net even een ander tintje dan dit. Omdat mijn broer, die zit er ook in, die geeft zijn kijk op de zaken. Dit geldt trouwens ook voor volgende week. Want niet alleen een YouTube-video is volgende week superbelangrijk dat je die gaat kijken. Maar ook de podcastaflevering. Het staat allemaal met elkaar in verband. Dus nogmaals, podimo.nl/moordkast voor de eerste 3 maanden gratis. Ga heel snel naar die link. Meld je zo snel mogelijk aan. Vanwege de hersenschudding heb ik de livestreams op zondag even on hold gezet. Ik heb er een berichtje over geplaatst op het YouTube-kanaal, omdat ik het echt heel lastig vind om meerdere dingen tegelijk te doen. En ik heb best wel mijn rust nodig. Prioriteit ligt echt bij het maken van de podcast en deze afleveringen. Zolang die wekelijks online komen, ben ik tevreden. Maar de rest moet heel eventjes on hold gaan staan. Dus dan weten jullie dat. Ik laat jullie nog weten, zodra ik me beter voel, wanneer ik weer kan gaan livestreamen. Maar voor nu is het even beter om het niet te doen. Dan is het nog tijd voor de shout-out van deze week. En deze is voor Madelon. Ik ben blij dat ik ondanks mijn hechtingsproblematiek geen rebirthingtherapie heb gehad. Voor mij is zonder make-up ook helemaal goed je video's. Ben daarnaast wel benieuwd hoe het backstage eraan toe gaat. Ga zo door in ieder geval, maar wel rustig aan met je hersenschudding. Dankjewel Madelon en misschien is het wel een idee om jullie een keertje backstage mee te nemen. Waarom niet? Wil jij nou kans maken op de volgende shout-out? Reageer dan hieronder met de hashtag #Sonnedy. Ja, dan zijn dit wel de huishoudelijke mededelingen geweest. We gaan maar heel snel beginnen met het verhaal van Lacey Fletcher. Lacey Ellen Fletcher wordt geboren op 25 november van het jaar 1985 in een woonplaats genaamd Slaughter. En dat ligt in de Amerikaanse staat Louisiana.
en even over Slaughter, hoe prachtiger het ook uitziet. Die naam, ik weet er alles van, hè? Dionne Slachter. Het contrast is groot. Als je ziet hoe het eruit ziet en bijligt en dan de naam Slaughter. Ergens is het ook best wel geestig. Maar goed, Slaughter dus. Dit is waar Lacey Fletcher opgroeit. Er is eigenlijk maar één echt duidelijke foto van Lacey te vinden. Er zijn meerdere foto's te vinden, maar in ieder geval één heel duidelijk waarop je haar echt heel scherp op kan zien. En dan zie je dat het een hele mooie vrouw is. Prachtige uitstraling, mooie lange donkerblonde lokken. Ze heeft een vriendelijke lach, appeltjeswangen. Ja, ze heeft gewoon een hele pure uitstraling vooral. En er is gewoon helemaal niks aan haar te zien. Ik zei het al, de zaak speelt zich af in dit jaar, dus het is ontzettend recent. En de ouders van Lacey Fletcher spelen hier een hele grote rol in. Zij heten Sheila en Clay Fletcher. En op dit punt, hè, op het moment dat dit zich afspeelde, waren zij 64 jaar oud. Clay, de man in het gezin, werkte bij een non-profit organisatie. Hij informeert mensen over de Amerikaanse burgeroorlog. En moeder Sheila, zij is een griffier voor de rechtbank en bij de politie. En een griffier is iemand die alles noteert. Dus stel je voor, in de rechtbank vinden natuurlijk allemaal gesprekken plaats. Normaal in een vergadering maakt iemand notulen. Een griffier graveert dit alles op papier. Ze is ook een assistent van de stadsaanklager van een nabijgelegen woonplaatsje. En dat is de plaats Zachary. Dat is dus bij Slaughter in de buurt. Sheila en Clay gaan elke zondag naar de kerk. Ze zijn lid van een gemeente, baptistengemeente. Ze zijn zeer gelovig en ook ja, echt gewaardeerde mensen daar binnen die gemeenschap. Ook binnen het plaatsje Slaughter. Het zijn mensen die gezien worden, die aardig gevonden worden door iedereen. Het gezin woont samen in een eensgezinwoning. Het is heel mooi onderhouden. Dus ze wonen met z'n drieën samen in dat huis. De Fletchers hebben een buurman. Zijn naam is Robert Blades. En hij komt best wel veel voor in dit verhaal. Dus zijn naam moet je eventjes onthouden. Maar hij beweert dat Lacey een heel normaal, leuk, vrolijk kind was. Gewoon sociaal, ze praten veel. Ze was lekker haar dingetje aan het doen. Niks aan het handje. Ze was verder ook een sportief kind. Ze zat in het meisjesvolleybalteam bij haar op school. En ook haar oud-klasgenoten beschrijven haar als een heel lief, zachtaardig meisje. Ook was Lacey ontzettend slim. Daar kon je gewoon niet omheen hoe intelligent zij was. Maar in Lacey's puberteit begint dat te veranderen. Ze begint zich steeds meer terug te trekken en ze wordt gediagnosticeerd met autisme. En om precies te zijn, de vorm Asperger. In haar tienerjaren verschijnt dit steeds meer op de voorgrond. Het lijkt wel iets te zijn wat getriggerd wordt en ineens wordt dat steeds erger bij Lacey. Ik heb even opgezocht wat Asperger ongeveer inhoudt. Nu moet ik zeggen dat dit waarschijnlijk nog veel meer lagen heeft, maar ik ben geen professional. Ik weet niet waar ik over praat, want ik heb hier geen ervaring mee. Ik ken wel mensen in mijn omgeving met Asperger, maar dit is in ieder geval feitelijk wat ik erover kon vinden. Dus ja, wil je daarin verdiepen, ga zelf nog even op onderzoek uit. Maar in ieder geval, iemand met Asperger is echt heel gevoelig voor prikkels, hè, van buitenaf. Ze hebben vaak wat meer moeite met sociale interactie. Maar aan de andere kant zijn ze wel weer welbespraakt en intelligent. En wat dus ook echt een eigenschap van Asperger is, is dat ze zich heel erg in één onderwerp verdiepen. Dat er echt een focuspunt kan liggen op één ding. Dat het bijna een soort obsessie wordt. Ja, dit is eigenlijk precies wat, ja, wat een omschrijving is van Lacey. Dus ja, die diagnose wordt dus ook gesteld. En zoals ik zei, rond haar 14e, haar puberteit, kwam dat steeds meer op de voorgrond. Eerst ging Lacey met heel veel kinderen om. Kwam ze ook vaak thuis met kinderen om daar te gaan spelen. Maar dat stopt helemaal. Er kwam niemand meer bij ze over de vloer. En Lacey raakt een beetje geïsoleerd. Vanaf deze periode kiezen haar ouders ervoor om haar thuisles te geven. Homeschoolen, hè? Dat noemen ze daar zo in Amerika. Dus ze krijgt thuisles. Daarbij wordt ze van school afgehaald. Ik weet natuurlijk ook niet wat dat voor invloed op haar heeft. Of het vanaf daar zich is gaan versterken. Of dat het op school al misging. Dat haar autisme steeds meer naar voren kwam. Dat weet ik niet precies. Dat ook, hè. Je bent 14, je wordt van school afgehaald. Het is al ontzettend moeilijk om sociale contacten aan te gaan. Ze is er zelfs een beetje bang voor. Best wel angstig in sociale situaties.
Dus waar doe je goed aan? Is het dan beter om een kind van school te halen? Of is het dan juist beter om iemand daar wel mee te laten opgroeien? Ik weet het niet. Ik weet het fijne er niet van. Maar ik kan me voorstellen dat je dan ook nooit meer oefent. Dat je dan al helemaal in een bubbel terechtkomt. Lacey is dan dus 14 jaar oud. Het is dan 1999, het jaar 2000, zoiets. We hebben natuurlijk haar buurman, Robert Blades, die het een en ander over Lacey te zeggen heeft. Die hebben haar in haar kindertijd best wel van dichtbij meegemaakt. Robert Blades had ook twee zoons, de buurjongens dus van Lacey. En daar ging Lacey ook veel mee om. En zij merkte in de kindertijd van Lacey eigenlijk helemaal niks aan haar. Pas vanaf het moment dat ze in de puberteit kwam, vanaf daar, lijkt er wel iets met haar gebeurd te zijn. Waardoor die autisme getriggerd wordt. I don't know. Die buurjongens die merkten bij Lacey op dat ze zich wat kinderlijk gedroeg. Ze hield niet van de typische tienerdingen. Zo was zij rond haar 17e, 18e bezig met countrymuziek en met Disneyfilms. Dat was echt, die Disneyfilms, dat was echt haar heilige graal. En ondanks het feit dat ze zich heel vaak wel terugtrok, werden haar buurjongens nog wel regelmatig uitgenodigd om samen met haar die Disneyfilms te kijken. Eén buurjongen was daar net iets te oud voor, maar het andere buurjongetje, die kwam in die tijd toch best wel bij Lacey over de vloer. Om dat met haar te gaan zitten kijken. Op een gegeven moment worden ook de buurjongens niet meer uitgenodigd. En Lacey lijkt van de radar te zijn verdwenen. Compleet. Sterker nog, ze wordt ook nooit meer buiten gezien. Die buurman, Robert Blades, beweert dat hij Lacey nog een keer buiten heeft gezien toen ze 21 jaar oud was. Vanaf dat punt heeft hij haar dus nooit meer gezien. Wat zal het geweest zijn? 2006, zoiets. Dus vanaf daar, geen teken van leven meer. Robert Blades is best wel benieuwd naar Lacey Fletcher. En 10 jaar later pas, dus als Lacey 31 jaar oud moet zijn geweest, stapt hij op zijn buurman Clay af, Clay Fletcher, om te vragen hoe het met zijn dochter is. Is ze inmiddels al met iemand gaan samenwonen? Is ze afgestudeerd? Is ze getrouwd? Heeft ze kinderen? Hoe is haar leven op dit moment? En dan zegt Clay Fletcher dat Lacey nog bij hem in huis woont. Maar verder kapt hij het onderwerp een beetje af. Hij wisselt van onderwerp en telkens als Robert Blades er naar vraagt, slaat hij alles een beetje van zich af. Hij heeft nooit het achterste van zijn tong laten zien als het om zijn dochter ging. Het klinkt allemaal toch een beetje shady, want je buurmeisje die zou inmiddels 31 jaar oud moeten zijn. Je hebt er 10 jaar niet gezien, maar je buurman beweert toch dat hij nog daar thuis woont. Super, super sketchy. Toch gaan er geen alarmbellen rinkelen bij Robert Blades, de buurman. Hij zocht er eigenlijk niks achter. Maar wat liet zijn gevoel hem in de steek, zeg. En ik snap het ook wel, want dat wat hier gebeurd is, dat ga je nooit verwachten. En Sheila en Clay Fletcher waren ook gewoon echt gewaardeerde mensen. Die werden gerespecteerd, ze gingen naar de kerk, ze hadden goede banen. Ja, wat denk je dan? We springen even naar het jaar 2022. Het is maandag 3 januari. Het is echt net nieuwjaar geweest. En dan komt er een verontrustend telefoontje binnen op de alarmcentrale. Het is Sheila's moeder. En zij geeft aan dat haar dochter is gestopt met ademen. Dus de autoriteiten, de ambulances, de politieagent komen al heel snel ter plaatse. En zij waren echt diep geschokt met wat ze daar aantroffen. Ze vonden Lacey Fletcher, een vrouw van 36, compleet uitgemergeld op een vreselijk vervallen bank zitten. En het was al heel snel duidelijk dat de vrouw was overleden. Ze zat een beetje onderuitgezakt naar haar linkerkant. En een heel gek detail is dat ze half naakt was. Dus haar onderlichaam was ontbloot. En het enige wat ze droeg was een blauw klein t-shirtje die ook nog omhoog getrokken zat. En dat is natuurlijk een vreemde positie. Zeker als je met je ouders samenwoont. En daar in de woonkamer op de bank zit. Op die manier. Het zijn zoveel gruwelijke details. Ik kan echt lang niet alles benoemen. Eigenlijk kan ik helemaal niks benoemen hier. Maar ik ga het een beetje proberen zo te vormen dat het nog wel toegestaan is. Maar Lacey zat helemaal onder de rode vlekken. En uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat Lacey daar zo lang moet hebben gezeten dat ze als het ware samen was gesmolten met die bank. Dus ze is daar jarenlang niet vanaf geweest. Er zit ook een heel gat in de bank. In dat gat werd zij gevonden, in de kleermakerszit.
En haar benen waren dus helemaal in dat gat verdwenen. Dus ze is daar op een bepaald punt gaan zitten en gewoon nooit meer vanaf gekomen. Niet eens om iets te drinken te halen of naar de wc te gaan. En dan komen we op het volgende punt. Lacey leefde al die tijd ook nog eens in haar eigen uitwerpselen. In haar urine, alles. De lijkschouwer die de autopsie uitvoert, dat is ene dokter Ewell Bickham. Hij onthult dat ze minstens 12 jaar daar moeten hebben gezeten om in zo'n toestand te kunnen belanden. Dus moet je nagaan dat ze daar minstens 12 jaar lang zonder beweging, zonder naar de wc, zonder drinken, eten te halen, wat dan ook, zonder op haar been te staan, heeft ze daar gezeten. Hoe kan dat in godsnaam? Dit was gewoon haar leefplek. En niks anders dan dat. Er zijn online heel wat foto's te vinden van de bank waar ze op heeft gezeten. Ik laat jullie de geblurde versie zien, maar er staan ook ongeblurde versies van online. Je mag natuurlijk zelf weten of je dat wil zien. Het is echt best wel een grimmig beeld. Maar wat je daar ziet, het is een bruine leren bank. Het ziet er verschrikkelijk uit. En je ziet daar dus ook dat gat waar Lacey precies in heeft gezeten, jarenlang. De bekleding van de bank is totaal weggesleten. Vooral bij dat gat waar Lacey in zat. Daar zie je het heel duidelijk. Je ziet het schuimrubber van de bank wat naar boven komt. Overal zitten vochtplekken. Je kunt zelf invullen wat dat is geweest. Alles wat je lichaam uitscheidt, dat zal die bank in zich op hebben genomen. En die bank wordt, als het ware, daardoor helemaal weggevreten. Ik weet dat het bizar klinkt. Ik weet alleen echt niet hoe ik het anders moet verwoorden, maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. Op de bank ligt een soort roze-wit gestreept theedoekje of een handdoekje. Daar zitten allerlei vlekken op. En het is wel duidelijk dat dit, Lacey's uitwerpselen moeten zijn geweest. En daar is ze dus jarenlang ingezeten. Het was zo heftig en zo veel dat de uitwerpselen helemaal door de bank zijn getrokken en de vloer daaronder ook hebben aangetast. Dus moet je nagaan wat een schrijnende situatie dit is. De autoriteiten die te plaatse komen, die beschrijven een geur. Ze wilden ook echt daadwerkelijk zo snel mogelijk die ruimte weer uit. De setting was dus echt ontzettend schokkend. Maar wat nog veel schrijnender is, is de staat waarin Lacey gevonden werd. De vrouw zat helemaal echt van top tot teen onder de zweren. En die zweren hadden haar zo aangetast dat je daadwerkelijk haar botten kon zien. Als je heel lang op één plek blijft liggen, misschien zijn mensen wel bekend met doorlichtplekken, maar Lacey was aan de achterkant gewoon geheel zwart geworden. Haar huid had losgelaten en sommige van haar lichaamsdelen waren niet eens meer herkenbaar. Ook haar haar, dat zegt ook wel een hele hoop over haar gezondheid. Het was geheel dood, verdord, uitgevallen, in de klit. Het leek wel een stuk vilt. Daarbij was Lacey echt zwaar ondervoed. Ze woog op dat punt onder de 45 kilo. Totaal uitgehongerd dus. Er werden zelfs na autopsie stukken schuimrubber gevonden. Schuimrubber afkomstig van de bank. Waarschijnlijk omdat dat het enige is wat ze te eten kon krijgen. Haar ouders, Sheila en Clay, waren trouwens ook gewoon op een weekendje weg voordat hun dochter stierf. Dus waarschijnlijk zijn ze thuisgekomen, zagen ze dat Lacey gestorven was en zijn ze daarna gaan bellen. Lacey werd gevonden op een maandag, dus als de ouders daarvoor een weekend weggaan, dan ga ik ervan uit dat dat precies dat weekend was dat Lacey gestorven moet zijn. Maar even, je dochter zit letterlijk aan de bank geplakt, weet in wat voor staat ze is gevonden, met de zweren, wat dan ook. Dat had ze natuurlijk al voordat ze stierf. Zij was in zo'n staat dat je kind, je dochter, ook al is het een volwassen vrouw, we hebben het over iemand van 36, maar iemand die blijkbaar, om wat voor reden dan ook, niet meer van de bank af kan komen of voor zichzelf kan zorgen, dat je je kind achterlaat en maar gewoon een weekend weggaat. Letterlijk, als mijn hond 6 uurtjes alleen zit, dan is dat de max. Dan moet ik haar uitlaten, aandacht geven. En dan heb ik het hier over een huisdier. Maar je eigen dochter, je eigen vlees en bloed, waar je alles voor zou over moeten hebben, je verantwoordelijkheid voor zou moeten nemen. Wat is hier gebeurd? Het is echt onvoorstelbaar. Ze heeft niet kunnen drinken, ze heeft niet kunnen eten. Ze kon niet naar het toilet, ze kon niks. En überhaupt,
Als die ouders thuis waren, hebben ze ook niks voor haar gedaan. Dat blijkt wel. En alsof dit alles niet erg genoeg was, werd het meisje ook getest op COVID. Wat ook natuurlijk super recent is allemaal. En daar werd ze positief voor getest. En dan vraag je af, hoe kan dat in godsnaam? Dat moeten die ouders aan haar hebben overgebracht. En Lacey zat op een bank in een ruimte waar die ouders ook gewoon kwamen. Zij waren het enige contact van Lacey, dus ze hebben haar COVID gegeven. Dat betekent dat ze sowieso bij haar in de buurt zijn. Hoe kan dit? Wat zit hier toch achter? Ik blijf mijn hoofd erover breken. Even wat bizarre details over de ruimte. Aan de rechterkant van de bank waar Lacey op werd gevonden, stond een kastje met allemaal schone was. Opgevouwen en wel, er lag een stapel schone was. Dus bij wijze van spreken werd voor het wasgoed wel gezorgd en je dochter laat je zo op een bank zitten. Op een paar meter van Lacey voor zich staat een laag zwart tafeltje. Die tafel ligt vol met flesjes, lotionflessen om precies te zijn. Er ligt wat talkpoeder, babydoekjes, doosjes met soort kind erop. Dus allemaal schoonmaakspullen en neusspray, allemaal van die gekke dingen. Waaruit blijkt dat de ouders alleen maatregelen hebben getroffen voor het vuil wat Lacey produceerde. Maar geen verzorgende producten. Naast Lacey in dezelfde ruimte stond een stoel, de stoel van Sheila. En dat was haar favoriete plek om in te relaxen. Dus ze zijn gewoon al die tijd bij hun dochter geweest. Later dat jaar, in mei 2022 jongsleden, werd uiteindelijk de doodsoorzaak pas duidelijk. Die autopsie, dat heeft dus ontzettend lang geduurd. En je kunt beter spreken over verschillende doodsoorzaken. Het is namelijk nogal een lange lijst. En kort gezegd ging het hier om ernstige medische verwaarlozing. Met alle gevolgen van dien. Lacey is uiteindelijk overleden aan een combinatie van chronische ondervoeding, acute hongersnood, immobiliteit, zweervorming en een botinfectie die uiteindelijk tot sepsis leidde. En sepsis is dan weer een heftige reactie van het lichaam op bijvoorbeeld een bacterie, een virus of een schimmel. Nou, aan alle drie de gevallen leed Lacey wel. Maar die sepsis werd veroorzaakt door die botinfectie waaraan ze leed. De lijkschouwer gelooft dat Lacey is overleden zo ongeveer 24 tot 48 uur voordat ze werd gevonden. Echt een verschrikkelijke zaak dus. En de lijkschouwer was zo in shock en moet je nagaan. Deze man is het een en ander gewend. Maar hij was zo in shock dat hij een week lang niet heeft kunnen eten. Hij had last van slapeloosheid. Hij was zo verdrietig dat hij een week lang alleen maar kon huilen. Dus ook voor hen, hè, de mensen die dit onderzoek deden, was dit zo'n heftige situatie. Het is echt mensonterend. En als je foto's ziet van de bank en hoort hoe het eraan toe is gegaan, dan vraag je af hoe zij dit überhaupt nog zo lang heeft volgehouden. Ja, dan komen we aan op het waarom. Wat is hier precies gebeurd? Hoe komt het dat Lacey gekluisterd was aan de bank? Wat is daar de reden voor? Dat is iets wat tot nu toe nog niet duidelijk is, maar er worden wel mogelijke scenario's geschetst. Sommige deskundigen denken dat Lacey Fletcher leed aan het locked-in-syndroom. Bij dat syndroom vallen eigenlijk al je spieren uit. De enige spier die je nog kunt gebruiken, dat zijn de spieren in je ogen. Dat je nog ja, naar links, naar rechts, omhoog, naar beneden kunt kijken. Maar voor de rest kun je dan dus helemaal niks. Je zit dan met je gezonde verstand gevangen in een lichaam wat niet werkt. Dat is dus een scenario wat geschetst wordt. Dat zou wellicht voor Lacey Fletcher een reden kunnen zijn dat ze niet meer overeind kon komen. Maar dit is dus niet officieel vastgesteld, dus het is slechts speculeren. In Lacey's leven werden er wel twee diagnoses gesteld. Ze had een sociale angststoornis en natuurlijk die vorm van autisme, Asperger. En er zijn bronnen die beweren dat Lacey wel een hele ernstige vorm had, maar ook dat is ook niet zeker. Ja, en natuurlijk worden de ouders verhoord. Sheila en Clay Fletcher, wat hebben zij hierover te zeggen? Leg maar eens die verantwoordelijkheid af. Hoe ga je uitleggen dat je je dochter letterlijk hebt laten wegrotten op de bank? Want dat is wat er is gebeurd. En zij komen met geen uitleg.
Ze kunnen niet eens uitleggen hoe dit is gebeurd en waarom. Ze vertellen alleen dat haar Asperger sterk is gaan ontwikkelen rond de leeftijd van 14. Dat is dus ook het moment dat ze thuis les begon te krijgen. En het schijnt dat ze ook non-verbaal werd, dus ze sprak geen woord meer tegen niemand. Ook dat is niet bewezen. Er zijn veel beweringen en ik moet het benoemen, want ja, ik wil zo feitelijk mogelijk blijven. Wat is de trigger voor geweest dat ze non-verbaal werd, dat haar Asperger zich ineens begon te ontwikkelen rond haar 14e? Want ze was altijd een praatgraag, vrolijk, actief kind. En dat is dus ergens compleet misgegaan. Is er een trigger voor geweest? Is er wellicht iets met haar gebeurd? We weten dat ze ook zo goed als naakt werd gevonden op die bank. Wat ook heel vreemd is als je nog bij je ouders woont. Je gaat bijna denken dat het meisje is misbruikt. Of wat dan ook. Hè? Hoe kan het zijn dat iemand non-verbaal wordt? Er moet dus wel iets gebeurd zijn in haar leven. En wat? Dat blijft een groot mysterie. Ja, het is toch al discutabel, hè, die beweringen van de ouders. Ze hebben vrij weinig hierover te melden. Ze geven aan tijdens verhoren dat Lacey zelf niet meer van de bank wilde komen. Het was haar eigen keus, ze had gezond verstand genoeg om die keuze te maken. Dat is wat hun beweren. En ze zeggen dat Lacey nooit heeft geklaagd over haar zweren. Sterker nog, Sheila, moeder Sheila, ze is zelfs zo vrijgevig geweest om haar dochter regelmatig schoon te maken. Sorry hoor. Oké. Heel even. Als je kind zelf niet meer uit eigen beweging van de bank wil komen, helemaal onder de zweren zit, de achterkant, de rug, haar billen waren helemaal zwart, haar huid liet los, ze was uitgehongerd, uitgemergeld, uitgedroogd, alles wat je maar kunt bedenken, dan vind je jezelf niet nalatig omdat het haar eigen keuze is. Misschien had ze wel mentale issues. Was het wel iets uit eigen beweging? Maar dan zorg je er dus in eerste instantie voor dat ze mentale hulp krijgt. En in dit geval had ze door dit alles ook medische hulp nodig, uiteindelijk dan. Je vindt het toch niet gewoon maar prima om je kind zo te zien aftakelen? Ook al vindt ze het zelf misschien prima, dan is ze mentaal iets niet goed. Ga ervoor naar een psycholoog, breng haar naar de dokter, doe iets. In plaats van dat je af en toe eens een babydoekje langs haar haalt, kom op zeg, wat voor plaat heb je dan voor je kop? Moet dan wel een soort dikke stenen muur zijn geweest? Ik weet het niet, maar knettergek als je het mij vraagt. Even voor de beeldvorming. Lacey Fletcher zag in totaal 20 jaar lang geen dokter. Er is geen professional die naar haar situatie heeft gekeken. Ze hebben het maar gewoon gelaten voor wat het is. Lacey zag voor het laatst een dokter toen ze 16 jaar oud was. In 2010 zijn Sheila en Clay nog wel naar een dokter geweest, maar zonder hun dochter, want naar eigen zeggen had hun dochter daar geen behoefte aan. Ja, en toen was ze dus 24 jaar oud. Ze hebben dus om advies gevraagd en die dokter adviseerde destijds om Lacey zo spoedig mogelijk op te nemen in het ziekenhuis. En ook dit hebben de ouders genegeerd. Hier werd niks mee gedaan. Waarom Lacey dus zo lang op die bank verbleef, dat blijft voor nu nog even onduidelijk. Misschien wordt dat ooit bekend als die ouders een keer eerlijk gaan zijn en hun mond open trekken. Maar ja, het staat buiten kijf dat die ouders een heel groot aandeel hebben gehad in haar dood. Zij hebben haar gewoon totaal genegeerd. Dat kan niet anders. In ieder geval worden Sheila en Clay gearresteerd op 2 mei jongstleden. En ze worden gearresteerd voor second degree murder. Dat staat in Nederland ongeveer volgens mij gelijk aan doodslag of dood door schuld. Maar om ze echt voor het gerecht te kunnen slepen, moet de zaak eerst voor een grand jury terechtkomen. Dat is een groep mensen, ze worden aangesteld als grand jury om te beoordelen of het hier gaat om een misdrijf. Zij gaan beoordelen of er daadwerkelijk een intentie is geweest om Lacey te vermoorden. Of in ieder geval de intentie om haar daadwerkelijk te doden. En dit is voor die grand jury ontzettend heftig geweest. De lijkschouwer, waar we het eerder over hebben gehad, die liet ook de foto's zien van Lacey, in welke staat ze gevonden werd. Foto's van haar lichaam, politiefoto's van de ruimte. En er stond gewoon een medisch team paraat om de leden van die grand jury te ondersteunen voor het geval dat er iemand onwel zou worden of psychische hulp nodig had. Bij voorbaat werd er al van uitgegaan dat mensen hier verschrikkelijk veel last van zouden krijgen. En dit was ook het geval. Die jury was compleet in shock natuurlijk van wat ze te zien kregen.
Je kon echt een speld horen vallen. Het enige wat je hoorde was mensen die letterlijk naar adem aan het happen waren. Die grand jury doet een uitspraak. Zij zijn van mening dat er een intentie is geweest om het meisje te doden. Of een meisje, ze is 36 jaar oud, het is een vrouw. En zij kunnen nu dus aangeklaagd worden voor de moord op hun dochter. Ja, je vraagt je gewoon af. Zij leefde daar met hun in huis. Hoe kun je haar zo hebben laten zitten? We weten dat degenen die de onderzoeken hebben gedaan, de betrokkenen, de politiemannen die aanwezig waren, de patholoog, dat ze een enorme stank omschrijven. Hoe kunnen die ouders dit ook negeren? Er ligt wel een schoon stapeltje was naast een bank wat eigenlijk Lacey's wc-gevangenis is geweest. Het was een hele doordringende geur. Wennen ze daar dan uiteindelijk aan? Hoe zit het plaatje in elkaar? Ik begrijp het gewoon echt niet. Sheila en Clay werden dan wel gearresteerd, maar dit was echt van heel korte duur. Er werd namelijk een borgsom vastgesteld op $300.000 per persoon. En die hebben de ouders dus ook afgetikt. Maar niet zomaar. Dit bedrag hadden ze niet nog ergens eventjes liggen in een keukenkastje ergens achterin. Nee. Ze hebben dit moeten lenen van een zogenaamde bondsman. En hij leent dus bedragen uit aan mensen die dat nodig hebben om een borgsom te betalen. Dit doet hij natuurlijk niet voor niks, want daar komt wel 15% aan rente bovenop. Dus uiteindelijk moeten Sheila en Clay niet alleen hun borg terugbetalen van $300.000 per persoon, maar daar komt dus nog $72.000 bovenop. Het feit dat zij hun zaak kunnen afwachten doodleuk thuis, gezellig samen op de bank, met een warme kachel, een televisie, vermaak, een lekker bed. Dat vind ik gewoon een heel slecht idee. Ik vind het niet fijn. Deze mensen horen gewoon in het gevangen thuis. Ook al moet die zaak nog voorkomen. Dit voelt aan alle kanten. Ik krijg er kippenvel van als ik erover nadenk. Dat je ze gewoon kunt tegenkomen als je in Sladder je boodschap aan het doen bent. Ze stonden op 6 september van dit jaar terecht. Hè? Dat is pas geleden. Maar het tweede deel van de zitting vindt plaats op 6 februari 2023. Dus dat duurt nog eventjes. Pas dan weten we wat de strafeis gaat worden in deze zaak. Of waarschijnlijk gaan we dat gaan horen. Als zij inderdaad schuldig worden verklaard voor de dood van hun dochter, wat hoogstwaarschijnlijk wel gaat gebeuren, dan kan het zomaar zijn dat ze hun hele leven achter de tralies moeten gaan zitten. Het bizarre van dit hele verhaal is dat zij voor slachtoffers spelen. Via een advocaat laat ze weten dat ze rust nodig hebben. Dat ieder andere ouder die ooit een kind verloren heeft, weet hoe dit voelt. Ik denk niet dat ze weten hoe het echt voelt. Zij hadden namelijk een keuze. De keuze om hun dochter te redden. Die hadden de andere ouders, waar ze het over hebben, die hadden die keuze en die kans hoogstwaarschijnlijk niet. Want wie doet dit nou? Je ziet letterlijk je dochter vergaan op een bank. Je helpt haar niet naar de wc toe. Je geeft haar geen te eten, geen te drinken. Elke dag loop je langs haar. Je gaat zelfs op vakantie, zonder dat ze voor zichzelf kan zorgen. Terwijl ze onder de zweren zit, op een vervallen bank. Hoe kun je dit negeren? Ik vraag me echt af wat het motief hiervoor is. En ik heb er wel over nagedacht. Ik kon me een paar redenen bedenken. En dat is natuurlijk dat ze in 2010 naar een dokter zijn geweest. En zij gaven het advies om Lacey zo snel mogelijk in het ziekenhuis te laten opnemen. In Amerika is het zorgstelsel niet zo geregeld als hier in Nederland. Dus wij hebben verzekeringen, dat is daar niet verplicht. Misschien wilden ze het geld wel niet uitgeven aan hun dochter. Was het een financieel ding? Misschien was het een machtspositie, een machtsdingetje waar ze van genoten. Ze hebben natuurlijk ook hun dochter van school gehaald. Wat natuurlijk ook vreemd is, kwam er niemand daar over de vloer? Blijkbaar niet. Kwam denk ik nooit bezoek, want dan hadden ze de geur wel geroken. Dan hadden ze de situatie van Lacey wel gezien. Ook buurtbewoners beweren niks gemerkt te hebben. Sterker nog, Sheila en Clay waren onwijs lieve buren. Een van de buurtbewoners was nog wel in het huis geweest, maar dat was 15 jaar terug. En hij heeft niks gemerkt in ieder geval. Ja, die buurt is geschokt, verdrietig. En dan vraag je ook af, de Fletchers hebben dit perfect verborgen. En je verbergt alleen iets als je iets te verbergen hebt. En dan weet je dat je wat fout doet. Dus naar mijn idee moet er absoluut opzet in het spel zijn geweest. We hebben natuurlijk eerder over buurman Robert gehad. Hij weet veel te vertellen over Sheila, Clay en Lacey Fletcher. En hij gelooft niet dat deze ouders koelbloedige moordenaars zijn. Hij bidt zelfs voor ze. Hij heeft zoiets van, joh,
als zij iets fout hebben gedaan, dan zal het hiernamaals het wel oplossen met ze. Maar ja, we leven op deze wereld, op deze aarde, in deze tijd. We hebben wetten, we hebben regels en we hebben een rechter die daarover gaat beslissen. Gelukkig maar. Laten we vooral op gerechtigheid hopen voor Lacey, hè, in dit geval. Hopelijk wordt het een hoge straf. Dat geeft natuurlijk een signaal af dat dit nooit meer mag gebeuren. Lacey Fletcher verdiende zoveel beter dan dit. Het is echt zo verdrietig wat er met haar gebeurd is en hoe ze aan haar lot is overgelaten. Ken je iemand die medische of mentale hulp nodig heeft? Laat dit alsjeblieft niet aan je voorbij gaan. Dit is natuurlijk een zeer extreem geval, maar je weet niet waartoe het kan leiden. Dus hou je ogen en oren altijd open. Dat wil ik jullie nog meegeven. Ja jongens, dit was het verhaal voor vandaag. Nogmaals wil ik een beroep op jullie doen. Volgende week, de video, het wordt ontzettend belangrijk. Dus zet het dik gedrukt in je agenda om om 4 uur klaar te zitten voor mijn nieuwe misdaadvideo. Tegelijkertijd met mijn video komt er ook een moordkastaflevering online. Zo ook vandaag, hè. Dus ga naar podimo.nl/moordkast. Je kunt nu 3 maanden gratis luisteren via mijn link. Het is echt een exclusief linkje. Anders krijg je volgens mij 1 maand gratis. Zie het als een cadeautje. Ook de aflevering van volgende week, die moet je echt geluisterd hebben. Zet hem in je agenda. In ieder geval onwijs bedankt voor het kijken. Ben je ook geïnteresseerd in de waar gebeurde misdaad? Vergeet dan niet om op dit kanaal te abonneren. Jullie zien mij volgende week weer. Tot dan. En onwijs bedankt voor het kijken.